Oussama, wat een heerlijk avondje NAC voor jou. Ja, klopt. Voor mij, voor het team, voor de club. Mooi dat we, weer winnen. En, maar wel, wat ik je al zei, we hebben tegen elkaar gezegd tot hier en niet verder. En het enige wat telt is 3 punten hier houden en meenemen. Dat hebben we gedaan. Dat is mooi voor ons. En belangrijke 3 punten. Ja, hoe vastberaden was jij? Want jij nam de ploeg wel bij de hand op een gegeven moment. Ja, klopt. Ik heb gewoon alles gegeven wat in mij zat. Het team heeft alles gegeven wat in ons zat. We hebben strijd geleverd, we hebben hard gewerkt. We hebben laten zien dat we voor elkaar door het vuur gaan. En zo kun je ook wedstrijden winnen. En ik vond de tweede helft dat wij niet eens minder waren dan NAC. Eerste helft wel, maar de tweede helft vond ik niet dat wij minder waren. Maar een geweldig doelpunt, ik wist niet dat je dat kon met je linker. Nou, dan heb je niet goed gekeken. Daarvoor heb ik vaker met links gescoord, maar misschien niet bij Twente nog. Maar zo fraai. Ja, heb ik ook wel eens gemaakt. Maar goed, ik ben ontzettend blij dat ik deze vandaag heb gemaakt. De 3 punten waren ontzettend belangrijk. Nou, volgens mij ben jij een speler die niet heel snel twijfelt. Bij andere spelers had ik dat de laatste weken wel meer het gevoel. In hoeverre heb jij het gevoel dat dit de ploeg over het dooie punt kan heen helpen? Ja, maar je moet als je terugkijkt, kijk, Ajax hebben we het gewoon goed gedaan. En dan tegen ADO, eerste helft, doe je het ook gewoon goed. En dan kun je die wedstrijd tweede helft niet winnen. Dan moet je gewoon die punt pakken. Dat hebben we niet gedaan. Nu wel die 3 punten. Ja, zonde van die vorige wedstrijd. Maar op zich hebben we het niet zo slecht gedaan die afgelopen 3 wedstrijden. Dus Ajax, ADO en nu. Je hebt nu een iets andere rol. Hè? Je bent meer een beetje de zwervende spits. Ligt je dat beter? Of ja, zeg je van, ik vond aan die zijkant ook wel lekker. Want je moet wel heel veel meters maken nu ook, hè? Ja, klopt. Maar dat heb je over voor het team. Het belangrijkste is waar het team zich goed voelt om punten te kunnen winnen. Als wij met 5 verdedigers minder goals tegenkrijgen, kunnen wij scoren. En dan hebben we niet zoveel goals nodig om te kunnen winnen. Dus we moeten proberen gewoon zo min mogelijk zoals vandaag goals tegen te krijgen. En dan hebben we altijd wel een kans of 2 of 3 in de wedstrijd dat je die wedstrijd kan winnen. Je voetbalt al heel lang, maar dit is het beste medicijn, hè? Winnen. Je ziet aan iedereen meteen met een glimlach. Hooiveld zag ik de Polonaise dansen. Wie is nou de grootste clown in de kleedkamer? Ja, Hooiveld. Ja, ja. Hij is ook belangrijk voor ons in de kleedkamer, voor het team. Hij is altijd vrolijk. Hij probeert ons altijd te motiveren. En hij geeft zijn leven in duels. Hij geeft alles. Ja, mooi voor hem, voor ons en voor iedereen dat we die 3 punten hier houden.